Nou, zoals je kan zien, de nieuwe Sparco's en de oude, ik heb eigenlijk geen idee welk voor merk dit is. Dit is erop geplakt, dit is leer, nep leer, echt leer, geen idee. Het enige verschil eraan is, zoals je misschien wel kan zien, deze stukje breder. Deze blijft smaller lopen, hierdoor zal die beter in mijn auto passen. Maar het probleem is, de rails van deze is 35,5 volgens mij. En die is 42, dus ik kan die niet zomaar erin gooien. Dus wat ik moet gaan doen is, ik moet de punten die zijn er ooit eens een keer ingezet. Die moet ik bij allebei, er zitten hier ook een, maar dat is net iets te donker, zo. Die moet ik allebei gaan losmaken. En dan moet ik een nieuw gat, of tenminste die moet ik dan op een andere plek erin gaan lassen. Hetzelfde voor de voorkant, die moet ook eruit gehaald worden en een stuk verplaatst worden. Dus dat gaan we nou even doen. Oké, nou deze plaatjes zijn er dus af, die zijn ooit eens een keer gemaakt door de vorige eigenaar en die zijn er gewoon ingezet, zeg maar, om hier zit schroefdraad in en dan kan je die stoelen vastzetten. Het werkt op zich, werkt prima. Ik ben van plan om deze gewoon te gaan hergebruiken. Dus wat ik ga doen is, ik ga van dit midden tot dit midden ga ik uitmeten en dat ga ik dan op precies op de goede plek terugzetten en dat wordt dan weer vastgelast zodat de stoelen erin passen. Wat ik heb gedaan is, ik heb van voor naar achter gemeten en van de zijkanten. En dit moeten we dus nu precies hetzelfde gaan maken met tandensteuntjes in de auto. Dus dat gaan we nu doen. Oké, nou, het lassen is helemaal kut. Er is iets mis met dat lasapparaat. Dat was ook een goedkoop ding. Maar deze kant, als die scherp zelf zit goed. Het zit vast. Maar ik kreeg het niet voor elkaar om daar hetzelfde te doen. Dus wat ik nu heb gedaan is, ik heb hier gewoon een gat geboord. Dan kan je naar beneden kijken. En wat ik gewoon doe, is ik doe er gewoon een bouten en een moer doorheen. En dan was het helemaal prima. Hier heb ik ook een gat in geboord. Met schroefdraad erin. Dus dan gaan we nu even kijken of dat er überhaupt in past. En als dat wel past, of het blijft zitten. Oké, nou, na ongeveer 2 uur helemaal kutten en weet ik wat allemaal moeilijk doen, is 1 stoel gelukt. Hij zit. En hij zit vast. Er komt ook nog een nieuw stuur in binnenkort. Maar het ziet er echt een heel stuk beter uit. Alleen het probleem was dat het lassen, op een of andere manier, dat lasapparaat was niet goed. Dus ja,
Als iemand weet hoe dat werkt, fluxcore lassen en waarom het zo bros blijft, vertel het me alsjeblieft, maar ik kom er niet uit. Raad zijn geboord aan deze kant. Nu gaan we de stoel erin zetten, kijken of het past. En dan boutmoeren erin en dan is het klaar. Ik heb dit trouwens gedaan door. Ik ging het eerst lassen, maar dat werkt echt voor geen meter, want op een of andere manier dat lasplaats kut. Wat ik gewoon heb gedaan is: ik doe er gewoon gaten heen en dan bout je een moertje vanaf de onderkant. En dan is het nog steeds waterdicht. En dan textiel eroverheen of iets dat het in ieder geval weer helemaal dicht is en ook niet gaat roesten. Dus ja. Zo raar. Het is gelukt. De stoelen zitten er allebei in. De tweede ging 10 keer sneller. We hebben echt maar 20 minuten over gedaan of zo. De eerste die heeft echt 2 uur geduurd. Maar ze zitten er allebei in ieder geval nou. Ik ben er echt heel blij mee. Het zijn echte Sparco's. Geen namaak of wat dan ook. Maar goed, dit was dus even een soort korte video. Misschien dat ik vaker echt alleen maar een beetje wat kortere video's ga maken. Zal ik wat vaker wel kunnen uploaden, want ik heb vandaag de outro gefilmd voor de video die hiervoor gepost is van het spuiten, zeg maar. En ik ben gelijk deze gaan filmen. Alleen omdat ik telkens ook lange periodes wacht om de video's 12 minuten te kunnen maken, duurt het zo lang. Dus als jullie nou denken van oké, ik heb liever wat kortere video's, want deze zal waarschijnlijk iets van 6 of 7 minuten zijn, iets korter denk ik, dan een 12 minuten video, maar dat ik wel wat vaker kan uploaden. Laat even weten hierboven ergens, een van de twee, wat jullie liever hebben. Maar goed, dat was het in ieder geval voor vandaag. De stoelen zitten erin, Nikita is nog lekker bezig geweest met de velgen van de brommer. En dat was voor vandaag, dus zorg ervoor dat je even abonneert. Even duimpje omhoog of omlaag, ligt aan wat je ervan vond. En dan zie ik je de volgende keer.